Goeiedag en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Never Have I Ever. Ik ben Dusai Tribal, jullie host voor vandaag. Ik ben hier zo met... Monifa. En met... Tahira. Zo, Monifa en Tahira. De regels als volgt. Er worden een paar vragen gesteld. De persoon die als eerst vijf keer I have als antwoord geeft, heeft dan de ronde verloren. Er zijn 2 rondes. Het kan wat er 3 zijn, maar dat is als jullie yoga weet je, dan kan het een taai worden, gaan we naar. Maar als jullie eerlijk zijn, dan hebben we wel een winnaar, denk ik. Maar het is een traditie. Voordat we beginnen, neem maar een shot. Oké. Okay. De eerste vraag. Gaan we het rustig aan nemen of gaan we direct wil doen? Wat jullie zeggen? Wat ik wil? Nou, oké. Okay. Ja, dan gaan we direct wil doen, hè? Even lachen. Nooit heb ik ooit gelogen voor mijn ouders. Ze beginnen te lachen, man. Nooit heb ik ooit gelogen voor mijn ouders waar ik naartoe ging. Dames. Oké. Okay. Ik wil graag weten van Tahira. Waar ga je naartoe, Tahira? Het hangt er helemaal vanaf. Soms wil ik zo niet zeggen waar ik naartoe ga. Misschien ga ik gewoon even wakapassie of zo. Dan zal ik zo even snel iets halen. Even halen of wakapassie? Ja. Oké. Okay. Wat ga je halen? Iemand halen of... Gewoon een cocktail. Een slushie of zo. Gewoon een cocktail drinken. Okay. Monifa, waar ben je gegaan? Ik wilde een keer naar een feestje. Vroeger was mijn moeder echt moeilijk. Mm-hmm. Alles was een nee en zo. Zei ik altijd van, ik had de beste vriendin, Tatjana. Of ja, ze was niet mijn beste vriendin. Ik zei altijd, ik ga naar haar. Terwijl. Ik wil feestje, met die feestje. Zeker niet. Nou weet je het. Dat is aan dat je. Je wilt die mij niet horen toch? Mooi begin. Kan hier helemaal niet van. Oké, tweede vraag. Nooit heb ik ooit liefde op het eerste gezicht ervaren. Nooit. Echt hoor. Is niet iets voor jou of je moet echt gewoon met een persoon praten? Gewoon... Ja, ik moet echt kijken hoe je bent en als je karakter me bevalt. Ja, zo. Okay. Zelfde, ja. Zien, het is geen aanvulling of zo. Oké, is goed. Nooit heb ik ooit nep gelachen naar iemand. Nooit heb ik ooit nep gelachen naar iemand alleen om het gesprek te beëindigen. Wauw! Dat weten jullie dat ook. Dat is fijn vandaag, is een safe space. Hier is een safe space. Dat is fijn. Dat wil ik weten. Want waarom doe je dat? Want je doet dat vaker. Echt? Ook al is het niet grappig, maar ik laat. Ja, gewoon. Gewoon om, je weet toch, om de persoon tevreden te stellen. Ja. En dan ging je dat vraagje ook, is het echt grappig? Ja. Ja? Had je lang overdreven zeker. Ja. Mooi. Neem me niet kwalijk, ze gaan het echt noemen soms. Want toen is man aan je. Boy. Ze gaan gewoon door. Waarom doe je dat, Tahira? Nou, dit zei je om het gesprek te beëindigen. Mm-hmm. Nou, ik lach eigenlijk altijd met mensen hoor. Boos op dat... Ik lach eigenlijk altijd nep met mensen. Dus dat wil ik niet zeggen. Dat wil ik zeggen. Ik lach eigenlijk altijd nep met mensen. Nee, dat is erg boos. Dat weet ik. Hey, we kunnen direct stoppen. Hè. We stoppen gewoon niet. Nooit heb ik ooit
meer dan één partner tegelijkertijd gehad. Wauw! Als je het uitdrukken, dan zeggen alles, hè. Ik heb bijna, nee, I have never. Never? I'm a loyal girl. Zwaar is dat er. Ja? Girl. Why? Als we aankomen, zo bij jou. Gaan we hem bij. Kijk je dat nooit? Als het niet serieus is, is het dan ook nooit? Of is, als, het, als beide mensen niet serieus zijn? Not self, boy! Je moet aan je handen! Focus en al die dingen. Exact! Tahira! Als beide mensen niet serieus zijn, is het echt iets toch? Wat serieus zijn dingen? What? Twee partners, Tahira! DK, ze waren beide niet serieus. Het is eigenlijk. Kijk eens naar ons in het jaar 2021. Kijk, luister. Als beide mensen niet serieus zijn, dus ik weet dus. Ik vond het goed te praten. Is het eigenlijk niet zo erg hoor? Is het eigenlijk gewoon. Is het een polyrelatie? Geen partner. Is gewoon een polyrelatie. Is ook geen polyrelatie. Nee, is geen partner. Is geen partner. Want geen van ze zijn serieus. Clown A and clown B. I have never. Veld, mate. Dat is een groot veld. Voetbal. Nee, god. Maar... Is niet erg. Nou, niet judge jou. Je bent van safe. Nee, ik was gewoon... Ik was jonger. Ik was jonger. Zeker. Ja. Ik nam allemaal tegelijk. Ik ben van aan het armen. Love me. Nooit heb ik ooit naar de kant van een man in een spijkerbroek gestaan. Niet in een spijkerbroek. Nee, kijk, oké. Okay. In een broek. Maak in een broek. Ja, kom niet meer. Oké. Okay. Nooit heb ik ooit iemands hart gebroken. Want, oké, gelijk, ik kan gelijk I have zeggen, jij ook? Nee. Tahira? Ik weet als ik zijn hart heb gebroken. Tahira, kan I have zeggen als je wil? Ik weet niet als ik zijn hart heb gebroken. Ik kan niet dat je bordje op, niet van. Achteraf is het dat ik het heb gebroken. Dus hij heeft het wel gezegd, maar jij weet niet als je het hebt gebroken. Nee. Tahira? Ik was niet bewust van het breken. Ik was gebroken, maar ik wist het niet. Het was gewoon een glas, een dikke scheurtje, maar je zag het niet. En achteraf zie je, het is eigenlijk gebroken. Dus zo. Ik heb het niet gedaan. Eigenlijk heb ik dit omhoog gedaan omdat jij dat was. Ik heb nooit iemand haar gehoord. Ik denk dat je was er zeker niet bewust van. Ik denk dat dat het is. Ik denk niet dat ik er bewust van was. You have never. Ja, dus ik kan het toch keren. Ja, never. Niet zo hard, niet zo moeilijk, ik kan het juist zeggen. Nee, ik kan het juist zeggen. Het is goed, dames. Nou, het is goed. Nou, ik wil het zeggen. Ik kwam voor die pers. Nooit heb ik ooit zonder BH gelopen in het openbaar. Het is niet iets normaal. Ik zie dat als een trein. Maar dus, je bedoelt gewoon zonder BH? Een BH? Niet zonder bloesje. BH. Als je zonder bloesje hebt gelopen, naar jou. Oh nee, dat niet. Zonder BH. Zonder BH. Ja, nice. Dames, zie hoe snel het gaat. Ik moet jullie beiden teleurstellen. We hebben beide verloren. Het is gewoon een taal. Het is gewoon een taal. Nou, maar we lopen eerlijk, hè. We lopen transparant. We lopen eerlijk. Dus, omdat jullie hebben verloren, mogen jullie beiden een shot nemen. Op drie mogen jullie het nemen. 1, 2, 3. Nooit heb ik ooit
een relatie gehad. Wat is dat? Ik ben nog niet klaar. Nooit heb ik ooit een relatie gehad met iemand die al een partner had. Ga niet met deze. Ga niet met me. Je staat niet bang. Niet goed met deze. Eerlijk gezegd. En zo begint het. Eerlijk gezegd doe ik zulke dingen niet. Maar omdat je saai bent, dan ben ik eerlijk voor je. Maar eerlijk gezegd, ik moet niet van je mee, God. Je hebt het afgebruikt, je hebt je prepared. Je moet je een vraag stellen. Taira! Taira. Ja. Was het een leuke ervaring? Veel spanning, hè? Was het een leuk? Nee, het was geen spanning. Ik ontdekte echt laat dat ik iemand anders had. Ik had ook geen niemand uit. Zo zijn we altijd. Dus ik was echt. Ik hoorde niet zo spannend. Al die stories die ik hoor van wanneer mensen zeggen je moet na 5 uur bellen. Dat soort problemen had ik niet. Maar gewoon update. Maar ik heb wel mijn hart gebroken. This hand on you, this hand on your cow. Dat hoor, dat weet je. Ja, you know, dat weet je. Dat weet je. Ik luister allemaal niet van, wat luister dan? Allemaal. Dat was niet verhaal. Dat is waar ik liefst het erin voor. Nooit heb ik ooit een relatie gehad met iemand die al een partner heeft. Was je er bewust van? Ja, ik was er bewust van. Ik was er heel erg bewust van. Moet ik jou eerlijk zeggen, Dessa? Dessa! Ik weet het! No comment, next question. Ja, het geluk. Maar die mensen, hun man. Het was eigenlijk niet van hun, maar oké. Het was niet van hun. Hij was gewoon een sociale mens op dat moment. Het was gewoon het man. Onze man. Die geboren ben je van je moeder, toch? Nou, maar kom. Tegenboren, you love your mom. Dat is goed. Ik ga. Prora twee. Nou, hey, kokomi. Kokomi. Ben klaar. Ben klaar met jullie. Eetar. Ben klaar. Okay. Nooit heb ik ooit. Een zuigvlek. Zuigvlek. Ik hoef een zuigvlek te zetten met dat je zuigvlek. Moet dat verbergen. Verbergen? Oké. Okay. Ja. Ik vind je speelde volgens mij. Verbergen? Volgens mij moet het zijn de eerste 10 vragen hoor, maar goed. Het gaat een beetje te snel. Ik kom zo bij. Ik kom zo bij. Hoe heb je dat gedaan? Was het moeilijk? Amuna ready, Abi verberg van. Je shit duidelijk. Dat is waar het geen flair mee is. Ik moest het gewoon verbergen voor mijn moeder. Nooit gedaan. Zie je dat ik altijd lang had? Oh, zo heb ik het gedaan. Ja, altijd zo. Ziet ze het niet? Ik moet niet meer aan lachen. Ik moet niet meer iets zeggen, maar ik laat het maar. Ik is het niet. Ja, hé. Monifa. Daarom zit ik altijd. She's got a point. Jij verbergt geen dingen, hè? Nee, kijk, weet je wat het is? Die dingen waren nooit op plaatsen waar ik het moest verbergen. Oké. Wat ik slim ben, toch? Oké. Hoe lang de? Hoe lang de SMA? Ze waren wel van dingen als... Alla groeten. Het was nergens dat ik het moest verbergen. Het was er. Maar ik hoef het niet te verbergen. Okay. Ik heb al van die dichte truitjes en zo. Ja, soms meer, want ik heb pakken die truitjes hier. Oké. Okay. En ik heb ook altijd te lang gehad. Is je? Nooit ben ik ooit hopeloos verliefd geweest. Waarom kijken naar de manier? Waarom kijken naar de manier? Ik denk mijn haar gebroken. Maar ik. Het is zelf wel. Ja! Ik denk van wel. Je bent hopeloos van die vrouw, maar kom bij je. Taira, nu mag je even uitleggen. Wat? Je bent
zodanig hopeloos voor die vrouwen. Ja, had hij zoveel woorden. Is dat wat dat woord? Is dat wat dat woord, man? Ik weet het niet eens wat woord, maar... Man van weinig woorden. Man van weinig woorden. Oké. Okay. Man van daden. Wow. Oké. Okay. Nooit ben ik ooit zo dronken geweest dat ik gekke dingen begon te doen. En alsjeblieft, kom niet met... Je weet wat ik bedoel met gekke dingen. Wat zijn gekke dingen? Voor alles en nog wat. Dingen die je niet gewend bent. Eerst wat in je hoofd zijn is gekomen, Tahira. Maar goed, Monifa, is er gebeurd? Ja. Wat voor gek dingen heb je gedaan? Boy. Zo. Gelukkig was ik thuis op mijn jaardag. Mm-hmm. Maar dat praten we over 3 jaar terug of zo. Mm-hmm. Met vrienden. Ik wou gewoon iedereen kussen. Ik weet echt niet wat er met me was. Gewoon iedereen kussen? Ja. Kussen. Kussen moment. Oké. Okay. Naughty, naughty. Ja. Wow. Dat is. Jij bent een topper. Tira. Dan kom je voor je op gezegd, laat maar luisteren. Ah, ja, dat is laat. Laat. Ik zing gewoon mijn droom. Iedereen die naar me kwam, gaf ik een brasa. Terwijl ik iemand ben die mensen niet eens brasa schreef. Dat is dat gek ding dat je hebt gedaan, Tahira. Ik vond het raar. Dat is het eerste wat is gekomen in Tahira. Ja, dat was het eerste dat in mijn hoofd is gekomen. Tahira. En met een vriendin van me die ook niet van brasa zo. Een brasa heb gegeven. Ik was like, achteraf dacht ik, oké. Tahira, is dat gek ding? Is dat echt iets gek? Is dat eens het gek? Ja. Ik wil jullie dit niet zeggen. Wild. Wack. Nooit heb ik ooit. Ik zat heel afwas eigenlijk. Nooit heb ik ooit in een auto omgang gehad. Kijk dat direct. Bromfiet. Wat afwas van? Nee, ik heb het. Maar niet van. Virgin. No. Je wil jokka. No. Je wil jokka. Ik ben doodserieus. Ik hou niet van mensen die jokken, dus ik jok meer. Jullie mogen niet meer. Nee. Ik jok niet. In een auto nooit? Ik vond het altijd zo een beetje. Dus... Ja, toe. Ja, je gaat niet goed die kunnen. Space was er niet, hè? Je gaat niet goed een diepe rug kunnen geven, toch je diepe rug, no. Ik ga echt, ja man, niet zo goed. Next time pakken we de bus. What? Noah, op een foxy. Echt wel? Nou, foxy. Zij die zullen nog optrappen. Zo'n bed. Oké, mensen. Oké, ja. Is dat grapje? Dat is waar. Maar dat is ook geen bizar. Nee. Geen alleen bizar. Nou, we loven. Oké. Nooit heb ik ooit. Nou, dat is waar. Die staan niet zitten, denk ik. Zeg het maar. Nooit heb ik ooit. Omgang gehad. Ik weet al die omgang. Ik wil het zodanig verwoorden. Ik moet zeggen, nooit heb ik ooit gevoelens gehad voor hetzelfde geslacht. Of heb ik. Ik weet toch, andere praktijken met hetzelfde geslacht. Ja, vriendin. Nooit gehad. Je bent gewoon te street daarvoor. Ik ben echt te street daarvoor. Vooraf aan. Onze Mickey Low zo dan. Ik ga zo Mickey Low eraan, is af. Monifa, had je gevoelens gehad of was dat gewoon? Ik wil eerlijk gezegd,
ik ben gewoon... Niet, laat me afvassen, het is niet erg. Het is helemaal niet erg, nee, hoor. Helemaal. Maar eerlijk, ik ben straight mensen, maar ik wil het gewoon uitproberen. Probeer zo, leer jezelf kennen. Ja. Ik wil dat zeg maar, laten. Ik heb. Floren. Oh, ik heb wakker. Oh, stop! Ja, mensen, je moet gewoon. Oniva. Verloren. Mag dan een shot nemen, hoor. Oniva. Je hebt geluk, Taika. Zo. Oh, dat wil zeggen dat ik heb gewonnen. Ja, Taika, ja, gewoon. Maar Taika, je hebt gelogen. Wanneer? Ja, we leven het ook. Wanneer heb ik geloofd? Stel je wel laatst. Stel je wel laatst. Oké. Nooit heb ik ooit een threesome gedaan. Nooit? Toch, nee, toch moet een lassie eten. Oké, maar dat is verloren. Mag je een challenge voor haar bedenken? Maar voordat je de challenge bent, krijg je een ribben in ontvangst van ons. Ik weet niet welke challenge ik heb. Ik in de joek. Ik heb het gewerkt. Kinder! Die challenge is dat Monifa in zoveel woorden, ongeveer 30 seconden, moet ze vertellen hoe lief en hoe schat van de mens ik ben. Dat moet Monifa doen. Monifa, zet die aan. Tijd gaat nu in. Tijd gaat nu in. Nou mensen, ik ken Taira niet zo lang. Maar ja, ze is een heel leuk meisje. Ze is lief, aardig. Wat nog meer? Zit vol voor is leuk om met haar te chillen. Zit vol wanneer ze dronken is, mensen, is het ook heel leuk. Zit vol verrassing. Ja. Vol verrassing. Maar ja, mensen, dat was mijn kleine spreekbeurt about Taira. Oké, even doen, man. Ja. Met deze gaan we dat afsluiten. Ik was hier zo met Taira. En met Monifa. Dat is goed dan. Fijne dag verder. Bye. This is another Supreme production. Supreme TV.